De elektronica is al sedert geruime tijd een onmisbaar hulpmiddel bij het degenschermen. Wanneer een der schermers een treffer plaatst, wordt dat door het aanflitsen van een lamp zichtbaar. Voor de leek is het schermen niet gemakkelijk te volgen. En dat verklaart wellicht waarom er betrekkelijk weinig belangstelling voor bestaat. Dat bleek opnieuw bij de wedstrijden om het Nederlands degenkampioenschap voor equipes die in Amsterdam gehouden werden. De degen werd oorspronkelijk gebruikt bij het duel dat in hogere kringen vroeger altijd op beledigingen volgde. Het was zaak zich daarom in het duelleren te bekwamen. Dat gebeurde op schermscholen. Na het duelleerverbod is het schermen blijven bestaan als een sport met een geheel eigen etiquette. De deelnemers aan het degenschermen sluiten zelf de uiteraard geïsoleerde snoeren aan die hen verbinden met het elektrisch apparaat dat de treffers moet registreren. Op het uiteinde van de degen bevindt zich een puntige dop die, wanneer hij wordt ingedrukt, contact maakt en de lamp laat aanflitsen. De scheidsrechter controleert dit voor de aanvang van elke wedstrijd. Een van de beslissende partijen in het toernooi in Amsterdam was die tussen Van Oever op de voorgrond uit Amsterdam en Feit uit Den Haag. De Hagenaar won en had daarmee een groot aandeel in de overwinning van zijn equipe die ongeslagen bleef en die nu met trots het beschikbare vaantje in ontvangst nam.